voor mij voor dit project ook heel erg leuk is dat ik zelf in Limburg geboren ben. Dus ik heb hier wel mijn roots liggen, maar ik heb wel in heel Nederland gewoond. Maar mijn geboortegrond is Zuid-Limburg. Ik denk wel dat ik kunstenaar ben, maar het is geen autonome kunst. Dus het is tegelijkertijd, je doet het altijd voor een opdrachtgever. Je bent onderdeel van een groter team. Dus ik voel me eigenlijk meer altijd een dirigent of een scenario-schrijver. Dan maar geen autonome kunstenaar. In onze beleving start hier je. Okay. Wat ik ook heel erg belangrijk vond, is dat Hoeve Broers en het nieuwe paviljoen veel meer ook een soort mooie entreefunctie heeft vanaf de weg. Wat we belangrijk vinden als je heel veel glas maakt, is het heel erg belangrijk om een hele grote overstek te maken. Omdat je dan je licht beter framed, anders krijg je ook te veel licht binnen. En dat het ook heel erg leuk is als je in het paviljoen bent, dat je heel makkelijk de deuren openzet en ook nog weer buiten kan zitten. Dus als je iets een gebouw wil maken waarvan het zo mooi is om in het landschap te staan, is het voor mij heel erg belangrijk om een luifel te maken. En het leuke is dat we dat paviljoen, wat eigenlijk tussen het dorpse en het statige in zit, die beide sferen aankunnen. En tegelijkertijd wil ik ook een soort compositie maken in materialen. Die ene kant een mooie compositie is ten opzichte van de hoeve, wat ik een mooie hoeve vind. Hè, met zijn mergel, maar ook met zijn vormgeving en in die oude materialen. En het meer statige materialen die in het grote complex zitten. En ik denk dat wij daar een soort hele mooie tussenpositie in nemen.